Ja, ik heb al jaren problemen met deze deur. Dan gaat hij weer niet open. En dan krijg ik hem niet op slot. Dat voelt niet veilig. Ik raak er een beetje confuus van. Confuus. Allemaal dure woorden, mevrouw. Kijk, u zou kunnen overstappen op een meerpuntsluiting. He, want ik kan hier wel een kerntrekroset opzetten. Maar straks is de opnemer van de dagschoot versleten. Dat zit in die slotkast. Dan kun je de WD-40 in spuiten. Maar ja, straks heb je te maken met een braam. Of is die staartcilinder te lang uit? Dan kun je wachten tot je broek afzakt. Uiteindelijk draait hij door. Ja, maar zegt u dan maar wat ik moet doen. Welke opties zijn er? Nou, opties. He, allemaal moeilijke woorden. Kijk, ik zeg het altijd heel simpel. U heeft te maken met een 60 mm eurocilinderslot met de pal in het midden. Dit is geen meerpuntsluiting op een sectionaal deur, maar het is ook geen opdekslot op een standaard voordeur. Anders had ik gezegd, zet een gehard stalen dwarsbalk achter de hoofdpaneel, dan was je er geweest. Ja, wat zou u prefereren? Prefereren. Allemaal ingewikkeld gedoe. Kijk, ik zeg het altijd recht voor z'n raam. U ontkomt er niet aan een verzonken cilinderslot te plaatsen, want met de Bulgaarse methode, ze zitten een tang op die slotkassen, zijn binnen een minuut binnen. Bij sommige cilinders kun je een borrelring wegnemen achter de meenemer. Dan trek je die cilinder een beetje naar buiten, zet je die meenemer een beetje naar achter, komt die vrij van zijn vertanding en dan kun je hem in elke positie plaatsen die je wil. Maar gelooft u maar, u moet een veiligheidsbeslag gaan plaatsen. Ja, luister, dan moet u eens even heel goed naar mij luisteren. Ik begrijp dus helemaal niet waar u het over heeft. U, zeg maar je hoor. Oh je? Nou, je bent een debiel. Kijk, maar dat is klare taal. Heel goed. Nou, wat gaan we hiermee doen?